Ja, voorzitter, het is toch wel een beetje een rare vertoning. De heer Dijkhoff staat hier zichzelf te complimenteren dat hij zo duidelijk en zo'n consistente lijn heeft. Wij hebben iets heel anders gezien. We hebben iets heel anders gezien. We zien een ongezond grote hoeveelheid VVD'ers op een piepklein oppervlakte. Die samen een plan maken. Wiebes en Rutte en Dijkhoff en Nijpels en Van Nieuwenhuizen. Die maken samen een plan. Onderhandelen tot diep in de nacht. Sturen het op. En dan 4 weken later loopt Dijkhoff naar zijn brievenbus en zegt, wat heb ik nou gevonden? Dit is niet mijn plan. Een polderprobeersel. Ik zou het zo niet gedaan hebben. Maar dat kan niet. Dat is echt niet fair. Dat is niet eerlijk. Dat is ook niet reëel om op te gaan met iets waar heel veel mensen zich zorgen over maken. Voorzitter, de heer Dijkhoff die zegt in dat interview, wat zo duidelijk was, ik laat eerder het kabinet vallen dan de burger. Daarmee kwam hij aardig dichtbij allebei tegelijk. Mijn vraag aan de heer Dijkhoff is, wie laat hij eerder vallen? De grote vervuiler of het kabinet? De heer Dijkhoff. Nou, voorzitter, kijk, de heer Asscher schetst een beeld wat inderdaad niet zo fraai is, maar het beeld klopt niet. Dus dat vind ik dan wel jammer. Hij stelt er volgens geen vragen over, dat is op zich handig. Maar het beeld dat hij daarvoor schetst is niet hoe het gegaan is. Ik heb anderhalve week voor die 21ste dat de producten van de tafels afkwamen, het ontwerp tot een klimaatakkoord heet het geloof ik, al aangekondigd dat wat daaruit gaat komen een product is van partijen die met elkaar hebben onderhandeld, met het kabinet hebben gesproken, maar niet iets is waar de politiek niet nog een zegje over heeft. Niet iets is waar al een akkoord op is, wat nog doorgerekend moet worden en dat we het vervolgens hier politiek gaan doen. Ik heb dat van tevoren gezegd online in de reactie meteen die vrijdag bij Pauw anderhalf week eerder. Ik zag wel daarna dat het beeld totaal anders was en dat het beeld toch echt ontstond alsof dat al precies wat de heer Asscher net beschrijft, alsof die coalitiepartijen dat allemaal al bij het kruisje getekend hebben. Dat is niet zo. Dus dan vind ik het ook aan mij om dat foutieve beeld te weerleggen. Als het gaat om wie ik wil laten vallen, het kabinet of de vervuiler. Nou, ik ben niet van plan om het kabinet te laten vallen. Ik ben van plan om samen met de coalitie plannen te maken die en de doelstellingen halen met oog voor de lasten voor gewone mensen en met een faire verdeling van burgers en bedrijven. Ik denk niet dat als bedrijven flink betalen aan hun eigen CO2-reductie, dat ik ze dan laat vallen, maar dat ik ze dan aanspreek op hun verantwoordelijkheid. De heer Asscher. Ja, voorzitter, de heer Dijkhoff zegt zo is het niet gegaan, maar zo is het natuurlijk wel gegaan. Hij heeft zelf zitten onderhandelen tot diep in de nacht over wat er wel of niet naar buiten wordt gestuurd. Daar was hij bij in die cockpit. Dat is gewoon onwaar. Nou, daar heeft u zitten slapen, maar u was een van degenen die daar heeft onderhandeld met uw collega's uit de coalitie, met de premier, met Wiebes, over wat er wel of niet naar het planbureau mocht gestuurd worden en welk kabinetsbrief daarbij kwam. Ja, u kunt dat ontkennen, maar wat we hier zien is 2 Dijkhoffs. De Dijkhoff buiten, de proefballon Dijkhoff, niks te maken met het klimaatakkoord en de Dijkhoff hier zegt, nee, dat is helemaal niet zo gegaan. Ik heb het altijd zo gezegd, dat kan niet. Ja, u bent leider van een grote fractie, van een grote regeringspartij. Gelukkig wel. En er zullen... Ja, maar dat is aardig als u zich er dan naar gedraagt. Dat betekent dat als je afspraken maakt over klimaatbeleid, dat je niet buiten alle andere drammers gaat noemen, maar doet wat u zegt. U zegt, ik wil de burger niet laten vallen. Dat doet u wel. Mijn vraag aan u is, kan het taboe, want het is een taboe, bij u op de CO2-heffing, op de vervuiler laten betalen in plaats van de burger er dan nu af? Want dat is de enige echte alternatief op het hele rookgordijn wat u heeft opgetrokken rond uw eigen klimaatakkoord. Van 2-1, ja, of u voorzitter, terug de doelen? De heer Asscher is hier heel goed bij. Dat deed hij bij de dividendbelasting ook. Wat hij dan doet is een beeld schetsen van hoe het niet gelopen is. Daar heel schimmig over doen. Dat ook best geloofwaardig neerzetten, dat zal ik hem nageven. En volgens roepen dat er een rookgordijn is. Ik ga hier niet staan liegen om de onware versie van de heer Asscher om te doen alsof die klopt. We hebben in die cockpit gezeten en op die cockpit hebben we niet alles bekeken. Hebben we niet alles doorgenomen. Hebben we niet gezegd dit mag niet door, dit mag wel door. De dingen die we in de cockpit hebben besproken was een voorselectie van het kabinet. Want zij nou, dit zijn gevoelige dingen. En goh, waarempel, wat heeft de coalitie samen met het kabinet bedacht bij alles wat we daar besproken hebben? Dan laten we ook alternatieven doorrekenen. Dus dat bevestigt alleen wat ik zei, dat we niet klakkeloos dingen overnemen van de tafel. Want als het daar besproken is, liggen er inmiddels ook alternatieven bij. Dus op het CO2-stuk, ja, ook daarvan zegt de heer Asscher nu, schuift hij me eerst een taboe in de schoenen, om dan vervolgens, als ik er daar iets over zeg, te kijken en zeggen, oh, hij valt weg. Ik heb de dag nadat u CO2-doorrekening, CO2-heffingsdoorrekening naar het PBL hebt gestuurd, werd ik nog de journalisten bevraagd nadat het opgenomen was, of ik het wel zeker wist, omdat ik zo aardig voor u was. Daar heb ik nu spijt van. Daar heb ik toen gezegd dat er nu een variant ligt van het kabinet met een boete.
dat ik dat zeker een kans wil geven. Dat ik ook zie dat er mensen zijn die bij voorbaat al zeggen dat het onuitvoerbaar is. Dat ik gewoon afwacht of dat kan. Dat ik denk dat het best iets een charme is dat je bedrijven en CO2-heffing laat betalen die er al is, Europees, de ETS. Maar dat je vervolgens tegen ze zegt, ja, we willen dat je CO2 vermindert. Dat betekent dat we ook nog accepteren dat je een ander deel uitstoot. Zet je geld nou in om die CO2 te reduceren. Ik hoor anderen zeggen, dat gaan ze alleen maar doen als je het eerst afpakt en teruggeeft. Of niet teruggeeft. Ik heb toen ook gezegd, op uw voorstel, dat als het plan van de heer Wiebes goed doorrekent, het plan wat van die tafels afgekomen is, dat ik hoop dat andere partijen dat de kans geven. Maar dat ik ook snap dat als dat niet is, als er staat, nou, briljant bedacht, maar de uitvoering is lastig, dat dan die CO2-heffing in volledigheid in de discussie op tafel komt. Daarom heb ik net ook bij collega's van u die hier ook over hadden gevraagd, moet het dan per se, hè, is het dan een gefixeerd middel? Of hè, kunnen we dan kijken naar de relatie tot de ETS? Kun je bepaalde bedrijven waarvan je weet, ja, dit is eigenlijk niet een CO2-heffing. Dit is gewoon een verbanning van het bedrijf uit het land plus duizenden banen die dan verloren gaan. Kun je daar een uitzondering van maken? Daarom ben ik daar actief en constructief over aan het praten met u. Omdat ik snap, ik hoop dat het malensysteem, het boetesysteem, dat het goed werkt. En dat we dat dan ook verre kans geven. Ik hou rekening met alles. Dus ook dat het niet goed werkt. En dan snap ik dat dit middel weer op tafel komt. De heer Asscher. Voorzitter, de heer Dijkhoff begint weer over die dividendbelasting. Ik sleep die overal bij. Daar ging het nu niet over. Het is wel inderdaad een overeenkomst. Een maatregel die niemand wil, die er opeens is op verzoek van de grote multinationals. En die na heel veel moeite van tafel gaat. En hier een maatregel die iedereen wil. 71 economen, de Amerikaanse centrale banken, een groot aantal politieke partijen en heel veel kiezers, ook uw kiezers, namelijk CO2-heffing, die er opeens niet komt, die niet voorkomt in de stukken. Maar, voorzitter, ik hoor hier de Dijkhoff die zegt, ja, als die CO2-belasting beter uit de berekeningen komt dan de plannen van Wiebes, dan gaan we daarvoor kiezen. Daar zou ik u aan houden.